De verkeersbarometer is het afgelopen weekend met 3 verkeersdoden gestegen naar 56. De 37-jarige fietser Faisal Molijn en de 24-jarige Franklin Schenky, bijrijder van een personenauto, hebben gisteravond na een aanrijding aan de Indira Gandhiweg ter plaatse het leven gelaten. Bij de aanrijding was ook een vrachtwagen betrokken. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat de fietser en de personenauto over de Indira Gandhiweg reden. Beide kwamen vanuit de Saronbrug en gingen richting Latour. Op een bepaald moment moet de autobestuurder ter hoogte van de Tayronneweg de fietser hebben ingehaald. Tijdens de inhaalmanoeuvre week de 28-jarige chauffeur Sergio D. niet voldoende uit naar rechts, waardoor de fietser dodelijk werd aangereden. Sergio D. kwam vervolgens op de rijhelft van zijn tegenligger, de vrachtwagen, met als gevolg de botsing. Hangende het verdere onderzoek is het rijbewijs van Sergio D. ingevorderd. De 32-jarige bromfietser Charles Felix liet vrijdagavond het leven bij een aanrijding op de kruising Commissaris Turco en de Copernicusstraat. Voorlopig onderzoek wijst uit dat er 2 voertuigen over de Commissaris Turco wegreden. Het ene voertuig kwam vanuit richting Gersvliet, terwijl het andere de tegenovergestelde richting ging. Het ene voertuig, een Toyota Mark X, beschreef plotseling een rechtse bocht om de Copernicusstraat in te slaan zonder voorrang te verlenen aan de tegenligger, met als gevolg de aanrijding.